Johan. Twitter. Welkom. Laten we eerst even een voorstelrondje doen. Hi, Twitter hier. Ja, ik ben een en al oor vandaag. Ja, ik ben Johan. Ik ben 42 jaar. Ik werk op een middelbare school. Ik geef geschiedenis. Geschiedenis. Hij weet er alles van. Ja. Ja, en nou, ik volg de politiek dan vrij nauwgezet. Daar twitter ik dan ook over. En, maar het begint ons een beetje, ja, niet echt uit de hand te lopen, maar ik neem er veel headspace in. Maar goed, ze hebben allemaal wat, toch? Ja, oh, stop. Het is veel te lang. Oké. Hij dwaalt af, hè, Johan? Ja. Oh, sorry. Films kijken. Tuinieren, top. Ja. Ja. Volgende. Ja. Collega's, school, die klagen de laatste tijd nogal over mijn Twitter-gedrag. Ze zeggen, en nu quote ik, mijn tirades beginnen een beetje gênant te worden. Ja. Met name omdat leerlingen van school ook al die dingen lezen. En soms ben ik een beetje te fel in een discussie. Weet je. Ja, dat zorgt ervoor dat we soms wat rust moeten. Maar daar is Johan niet zo goed in, hè, Johan? Nee, maar dat vind ik verder helemaal niet erg, hoor. Vertel je maar, Johan. Ja. Ja, dat is wel grappig. Ik heb een soort haat-liefde verhouding eigenlijk. Dus, ja, maar als ik soms dingen lees, snap je, op Twitter, dan denk ik van zo. Nou, zo. Je kan gewoon zeggen, hè, wat je ervan vindt. Kan gewoon. Ja? Ja, kan gewoon. Ja. Ja. Ja, ik heb verder niet echt per se heel veel verstand van politiek, maar... Nou, Johan, je weet het anders altijd best goed te verwoorden, toch? Hè? En je hebt ook altijd weer mensen die naar je luisteren. Ja, dat is waar. Je 216 followers. 217. Dat is wel nice, ja. Vertel maar gewoon wat je denkt, hoor. Ja. Johan. Ja? Dat is het gewoon waard om gehoord te worden. Ja, eigenlijk heeft hij wel gelijk wat hij zegt. En daar ben ik eigenlijk volledig mee eens. Waarom zou ik mijn mond moeten houden? Terwijl iedereen mag zeggen, zijn eigen mening mag uiten daar op het medium. Ik heb toch ook gewoon een mening? Dus als ik iets zie, dan ga ik daar een tegenkleur aan geven om het discours een beetje breder te trekken. He? Mensen zeggen maar alles wat ze willen zeggen, maar ik heb ook een mening. Ja, en dan ga ik mengen in de discussie. En ik vind dat mensen een beetje hun oogkleppen af moeten doen en gewoon een beetje met z'n allen normaal moeten doen. Ja? Weet je wat ik vind? Ik vind dat het gros van de Nederlanders, ja, heb ik nu even over de Nederlanders, we leven samen, samenleven, normaal doen. Ja, ja, maar wel jouw normaal. Ja? Ja, ik luister. Ik luister. Nou, ik denk dat het goed is als ik het gesprek blijf leiden. Ja, ja, daar ga je al, hè? Hey, daar gaat meneertje al. Ik denk dat het goed is dat ik het gesprek ga leiden. Ja, ga je nou jouw mening mij door de strot duwen? Ho, ho, dat gaan we niet doen. Nou, dat is niet mijn mening. Ik wil gewoon bespreken wie je... Oh, dat is niet mijn mening. Ik wil gewoon bespreken. Dat is niet mijn mening. Ik wil gewoon bespreken. Houd toch op, man. Bla, 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 bla. Dit is heel goed, Johan. Ja, dit is heel mooi. Hier ontstaat iets, hè? Nu jij weer. Johan, ja? Ja? Oh, je weet mijn naam. Je was zo net zo mooi aan het verwoorden wat je dwars zit. Je korte lontje, wat ik dus net ook zag. Is dat dan wat je bedoelde? Zo, heb ik een kort lontje. Misschien heb jij wel een kort lontje, meneertje. Met je baardje. Hè? Oh, Johan. Ja. Dit komt net binnen. Het is een regeerakkoord. Nou, hè, zo, nu al. Ja. Meer geld naar onderwijs, maar bezuiniging op de zorg. Bezuiniging op zorg? Dat is allemaal gestoord geworden. Ja. Holy shit. Reageren? Ja, gelijk reageren. Gelijk reageren. Doe even jongens, jongens, kunnen we niet, hey, jongens, kunnen we niet even een stap terugnemen? Niet overop reageren. Hé, hey, vrijheid van meningsuiting. Dat is een belangrijk recht van de mensen. Even je mond houden, ik ben even in gesprek. Dankjewel. Oké, okay, gelijk reageren. Rieti, tegen het berichtje van een maand geleden. Ja. Zeg eventjes, even kijken, laat me even nadenken. Hashtag, ik moet even hashtag bedenken. Hashtag krijgt de tyfus. Hashtag waar is de nuance?